Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hallo, Kai, HAVO, Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Ik heb jaren geleden ooit een filmpje gemaakt om uit te leggen hoe de Texas Instruments grafische rekenmachine werkt voor toppen, snijpunten, nulpunten en dat soort dingen. Het lijkt me leuk om het ook even te doen voor de NumWorks rekenmachine, dus laten we maar even kijken. Hier is een voorbeeldopgave. Ik heb drie functies, fx is x kwadraat, gx is 2x min 3, hx is x tot de derde min 2x kwadraat min 3x plus 3. En ik ga jullie laten zien hoe je de nulpunten bepaalt van hx, de snijpunten van fx en hx, de toppen van hx en hoe je de ongelijkheid oplost, gx is kleiner dan hx, op de NumWorks rekenmachine. Dus, nou, het eerste wat je moet doen is eventjes hier naartoe gaan, naar de grapher. En daar gaan we dan die functies even allemaal invullen. Dus dan doen we add element, oké. En dan doen we iets van deze vorm, een functie. En die fx, die luidt x kwadraat. Dus dan doen we zo x kwadraat. Oké, dan gaan we nog een element toevoegen, ook van de vorm fx. Die heet dan g, want f is al in gebruik. En dat is 2x min 3. En tenslotte gaan we de hx ook maar even toevoegen op dezelfde manier. Die heet hier ook hx, dat is mooi. Dat is x tot de derde. Nou, dit is altijd tot de macht 2 en dit is tot de macht whatever. Dus we gebruiken nu de tot de macht whatever knop. Dat is op de TI het dakje. En dan doen we het tot de derde. En een stukje opzij, want anders typ je verder in de exponent. Min 2x kwadraat min 3x plus 3. Oké, nou laten we het eerst maar eventjes laten tekenen door die rekenmachine. En dat doe je door naar boven te gaan. En nu staat hier op expressions. Nu zetten we op graph. En op enter. En dan krijgen we een grafiek van die drie dingen. En hij kiest automatisch een fatsoenlijk window. Dus dan zijn er vast situaties waarin het window wat dat ding kiest totaal niet het window is wat je wil. Maar ja, nu gelukkig wel. Dus laten we daar niet moeilijk over doen. Oké, de nulpunten van hx. Als je dingen wil berekenen, dan moet je naar calculate gaan. Dat zit hier. Dan ga je eerst met de pijltjes naar boven van de functies af naar dit lijstje. Dan doe je calculate. Oké. Dan kies je de functie waar je iets van wil calculaten. Nou, we willen dat van hx. En hij kan dus een aantal dingen doen. De waarde van afgeleide. Hij kan een bepaalde waarde voor x doen. Dat willen we nu niet. Wij willen de nulpunten weten. Dus zeros. Oké. Nou. en nou staat hier in beeld zeros. En hier is het eerste nulpunt. Dat zit bij min 1,46. En als je nou die andere wil weten, doe je pijltje opzij. Dan krijg je die 0,76. Zie je dat? En nog een pijltje opzij. Dan krijg je de 2,699628. Dus dat is een stuk minder gedoe dan left bound, right bound, guess en dat soort dingen. Dat drie keer doen. Hier krijgen ze gewoon eigenlijk alle drie cadeau. Dus dat is fantastisch. Goed. Snijpunten van functies. Dus hij staat nu nog in zeros. Dus daar zijn we nu mee klaar. Dus dan doe ik dit knopje. En dan gaan we opnieuw calculate. Want toen ik net dat wilde doen, zag ik ook een optie om snijpunten te bepalen. We willen de snijpunten van fx en hx. Dus je doet hier die h. Dan find. En dan heb je hier een ding. Dat heet intersection, ofwel snijpunt. En nu is hij ingesteld op snijpunten met g. Zie je dat? Want ik zie nu, hij loopt nu. Oh nee, hij doet gewoon alle snijpunten van. Hij doet alle snijpunten van h met alle andere functies. Dus je moet even goed kijken wat er gebeurt. Maar hier staat dus in beeld hx, gx. Zijn ze allebei min 7, bij x is min 2. Maar die willen we niet. We willen de snijpunten van f en h. Dus we gaan opzij. Dan krijg je nu een snijpunt van f en h. Zie je dat? Ze zijn allebei 1,59. En x is min 1,26. Pijltje opzij. Dan krijg je hier 0,66. Nog een keer pijltje opzij. Dan krijg je weer een snijpunt van h en g. Die willen we niet. Nog een snijpunt van h en g willen we ook niet. En hier hebben we een snijpunt van x is 3,6 en y is 12,97. Dus eitje. Dit wordt een kort filmpje, beste mensen. Dan de toppen. We gaan dus weer terug nu met dit pijltje, want we zijn klaar met de snijpunten.
De toppen van H, hoe vind je die? Nou, laten we even kijken. Pijltje naar boven, zodat we weer naar calculate kunnen gaan. En de toppen van H, nou, dat dus dan, we hebben nu calculate gedaan, dan willen we iets calculaten van dit ding. En dan find, en dan willen we nu, ja, we willen toppen, betekent, je moet de bergen en de dalen vinden, hè, dus allebei. Hier, moet je, hier maken ze onderscheid tussen maximum en minimum, dus we doen eerst maximum. Dan krijg je dat maximum hier bij min 0,53 en i is 3,87 onafgerond. En dat is het enige maximum wat er is, hè, kan niet opzij. En op dezelfde manier kan je ook het minimum vinden. Pijltje terug, naar boven, naar calculate. En dan find, en dan minimum. En dan krijg je dus dat minimum. En dat zit dan bij 1,86 nog wat en min 3,06. Nou, leuk. En dan de laatste. Wanneer is die gx nou kleiner dan die hx? Nou, hadden we net al in beeld, eigenlijk. Maar we gaan het nu even doen via gx. Want we willen, als je dit moet oplossen, dan gaat het jou om de snijpunten van die dingen. Dus laten we even kijken. Even een schetsje maken. Die hx, dat is dit leuke golfje. En die gx, dat is deze lijn, die loopt hier ongeveer zo. Dit is gx. En dat golfje, dat loopt er dan op een of andere leuke manier tussendoor zo. Zo. En we willen dat die lijn is kleiner dan het golfje. Dus we gaan het alvast eventjes inkleuren hier. Wanneer is die lijn nou kleiner dan het golfje? Nou, hier ligt de lijn boven het golfje. Zie je dat? Hier is het golfje en hier is die lijn. Hier ligt die eronder. Hier ligt die eronder. En hier ligt die er ook onder. Dus hier stopt het en hier eindigt het. Hier tussen ligt die onder het golfje. En vanaf hier ligt hij er ook de hele tijd onder. Hier ligt het andersom. Hè? Hier ligt de lijn boven het golfje en hier ook. Dus we willen eigenlijk deze punten weten. En dan moeten we op wiskundige manier opschrijven van, oh, het is dit ding of het is dat ding. Dus nou, laten we dat maar even proberen. Dus we gaan uit van die g. Want als we uitgaan van g en we zoeken naar snijpunten, dan krijgen we alleen maar de snijpunten met de groene. Want de rode, ja, die snijdt niet met de blauwe. Dus dat is mooi. Oké, dus hoe ging dat? Je ging naar, dus eerst pijltje terug, want er staat nu nog het minimum. Gaan we naar boven, naar calculate. En dan moet je dus deze kiezen nu, omdat je dan alleen maar de snijpunten krijgt die je wilt. Find! En dan doen we hier intersection. En dan hebben we hier dus hier een intersection, hier een intersection, hier een intersection. De eerste is bij min 2, die schrijven we hier even erbij. Deze zit bij 1. En deze zit bij 3. Dus, nou, welke waarde voor x doen het dan? Nou, dan moet x dus zitten tussen min 2 en 1. Dit is wiskundetaal voor tussen. Min 2 is kleiner dan x is kleiner dan 1. Betekent x ligt tussen min 2 en 1. Of je zit hier. Dus daar is x groter dan 3. Dus ja, nou, dat is eigenlijk tamelijk recht toe recht aan. Dus nou, ik hoop dat jullie het interessant vonden. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het overschrijft. Meneer Snel bro, ja dat is een feit. Fabio of universiteit. Meneer Snel die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. We'll be right back.